Hey mensen, Lorenzo Games hier zo met vandaag City Car Driving. Ten eerste, de mensen die al waren gesubscribed toen ik ongeveer net begon met mijn YouTube kanaal. En die weten dat ik dit wel eens eerder heb gedaan, maar dan echt alleen een gameplay en zonder commentary. Dit is ten eerste geen let's play, maar dit is ook gewoon een gameplay met commentary dit keer. Dus vandaar, en dit was eigenlijk mijn eerste gameplay die ik ooit had gedaan. Dus vandaar, we gaan even kijken wat misschien een leuke wereld dingen is. Ja, dit is zo'n goeie. Zo. Traffic, la, vehicle. Welke kleur zullen we doen? Oeh, wauw. Dit spel kun je trouwens gewoon kopen of je kunt het via een torrent downloaden. Het is echt puur wat je helemaal zelf wilt. Dus vandaar. Start. Dus vandaar. Maar oké. Dus maar... Omdat ik de laatste keer geen... Laatste tijd geen Minecraft speel. Dan dacht ik van, ik ga dit maar gewoon eventjes doen. Dus vandaar. Zo. Even aan het laden. Je doet weer lekker snel, maar thuis. Ho. Nou mensen, daar zijn we dan. Ik ben er weer. Ik weet niet of jullie de rest hadden gehoord of wat ik zei toen hij aan het laden was, maar oké. Oké, dit is schakelen en dan weet ik dat. Oh ja. Slim. Oké, allereerst. Wat ik even tegen jullie wil zeggen, is dat jullie zien bij mijn kilometer teller ding, shit, zien jullie een soort van stoeltje staan en een P van de handrem en een key, dus een sleutel. En dat houdt in, dit is om een riem vast te maken, dit is om mijn handrem los te maken en deze. Is om, als hij het doet, nope, hij doet het niet. Oké, kijk, hij doet het. Nou, dat was dus om mijn auto aan te zetten. En ik ga even mijn sound achter zetten, want dit is niet helemaal wat ik wil. Zo en zo. Even kijken. Traffic signals. Oké. Nou, als het goed is. Ja, oké. Nou, en dit is dus eigenlijk een simulator. En bij deze simulator is gewoon fucking vet. Want je kan ook schakelen en shit. Waardoor je dus harder kan rijden. En op zich vind ik deze simulator... ja, het is aan de realistische kant, maar... De graphics zien er niet realistisch uit. En ja. Hoe dat komt. Ja, dat. Dat hebben de makers gewoon gedaan. Dus vandaar. Maar buiten dat. Het is echt een super leuk spel. En ik hou sowieso van simulator games. Dus ik dacht bij mezelf van, weet je, ik ga dit gewoon even recorden. En ja, dat is gewoon fucking epic. Dus vandaar. En hier wilt iemand... Oké, dan weet ik dat. Nou, zoals je ziet zitten we al in onze VR. En we gaan al aardig snel. Zoals je dus ook al kan zien. Linksboven. En als jullie denken van... Wat de fuck is... Oh, kut. Shit. En als jullie misschien denken van... Wat de fuck is dat linksonder? Dat is, laat me zeggen, van dat schakelen en zo. Zoals je dus ook al kan zien. Als ik schakel, dan gaat het helemaal naar beneden en shit. En je gas en je rem, zie je? Dus vandaar. Zo is dat eigenlijk. Zo gaat het in zijn werking.
naar achter en naar voren. Oké. En sommige mensen weten niet hoe je moet schakelen, hoe dat allemaal in zijn werking gaat. Nou, ik ga dat nu even uitleggen. Jullie zien links, laat me zeggen, naast mij in hoe hard ik rij, die shit, weet je wel. Zien jullie ook een soort van ding met allemaal getalletjes. En daarbij zien jullie ook nog eens een rood ding. Kijk, hier zo is dat. Dat is een rood balkje, twee stukjes rood. En wanneer jouw wijzer, laat me zeggen, daar in de buurt komt, doen we je eigenlijk gaan schakelen. Dus dat is nu eigenlijk. Dat is wat ik dus nu heb gedaan. En kijk, je kan bijvoorbeeld, stel ik doe zo. En dan kan je ook bijvoorbeeld helemaal naar 6. Maar dat is niet goed, want je rent automatisch af. Maar langzaamaan ga je dan met je speed ga je omhoog. Dus vandaar, zo werkt het ongeveer. En de R is natuurlijk om naar achter te gaan. Lijkt me nog wel logisch. Ik zal het even laten zien naar jullie. Zo. Zie je dus de R. Als dit toe staat via zijn neutraal. Dus kan je nergens heen. Je kan niet naar achter. Je kan niet naar voor. En is er 1, kan je wel gewoon naar voor. En dat is hetzelfde voor 2 en 3, 4, 5, 6. Dus vandaar. Je kan ook, laten we zeggen, een automatische laten schakelen. Maar ik dacht, weet je, een simulator moet realistisch zijn. Dus ik ga ook gewoon realistisch schakelen. Dus vandaar. Dus ja. Maar in ieder geval, even voor duidelijkheid, dit is geen let's play. Dit is gewoon gameplay, maar dan met commentary. En ik hoop gewoon dat je het leuk vindt. Hoe lang deze gameplay is, weet ik niet. Maar het zal zeker niet zo lang zijn. Het is gewoon puur even voor het idee. Misschien vinden jullie het leuk om te kijken. En anders, als jullie dit leuk vinden, zeg het alsjeblieft. Want anders kan ik namelijk nog een simulator game doen. Maar dan misschien een let's play daarvan maken. Dus dan zeg alsjeblieft of jullie dit soort spellen leuk vinden of juist niet. Ja? Wat voor spel dat dan is, dat ga ik niet zeggen. Dat is dan nog een verrassing. Dus ik heb echt jullie hulp nodig. Zeg gewoon eventjes van wat jullie van dit soort spellen vinden. Deze is niet zo realistisch, maar ik ken nog een realistisch spel. Ja, dat is gewoon fucking epic. Dus vandaar. Dus meld het alsjeblieft in de reacties. Op de website, weet ik het allemaal. Als jullie nog niet wisten dat ik een website heb, moet je even naar de vorige video gaan. En moet je even die video kijken. Dan kan je gelijk registreren op mijn website. Even voor duidelijkheid, ik kom niet achter je wachtwoord. Dat weet ik allemaal niet. Dus ja, vandaar. Dus ik zou het fijn vinden als jullie dat even doen. Maar buiten dat, we zitten nu in dit spel. En het is best wel fuck vet. Dus zoals je dus ook al kon zien, je kan je view helemaal, mijn auto's zijn kapot. Je kan je view helemaal changen en andere shit. En ik zelf vind dit veel fijner spelen. Het is veel realistischer. Dus vandaar. Oh, verkeerd geschakeld. Zo. Nou. Rij je. Oh, mijn motor viel uit. Kijk, dit zijn dan die spiegels wat je ook nog eens kan doen. Nou, verder is het niet zo interessant. Lichten kan je doen, zie je. Dus dat is ook weer zoiets. Niet zo interessant of zo. En ik moet even schakelen. view heb ik al laten zien. Maar verder is er niet echt iets wat interessant is of zo, dus vandaar. Dus mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Het is een kort video, maar wel geinig, vind ik zelf. Au! Zo. Wauw, dat faalde. Dus ja, bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende keer. Dit was Lorenzo Games. Met City Car Driving. Laters.